Oké, dit is een vraag die ik heel vaak krijg. En dat is, als je een videocursus opneemt, hoe zorg je er dan voor dat de klanten die daar doorheen lopen ook daadwerkelijk resultaat behalen? Voor het geval dat je niet weet wie ik ben, mijn naam is Michiel Kremers. Ik help met mijn bedrijf onlineomzet.com internetondernemers om hun omzetten op te schalen tot boven de ton. Met behulp van videocursussen en digitale producten. En deze vraag die komt elke keer terug. En dat is dus, hoe zorg je ervoor dat die klant dat resultaat bereikt? En wat wij daarvoor doen is een aanpak die ik hier heb opgezet. Dat is de aanpak die noem ik 4 kwadranten voor resultaat. Je ziet, het resultaat staat centraal. Dus we denken continu aan hoe kunnen we ervoor zorgen dat die klant daadwerkelijk doet wat nodig is om te komen waar hij wil komen. Okay? Om zijn resultaat te bereiken. En die 4 stappen die wij daarvoor doorlopen zijn de volgende. In de eerste instantie beginnen we bij weten. En dan vragen we ons heel concreet af, en dat sommen we op. Wat zijn alle dingen, alle stukjes kennis die klant nodig heeft, wederom, om dat resultaat te bereiken. En het belangrijkste daarbij is dat we ze nooit meer informatie geven dan ze nodig hebben om dat resultaat te bereiken. En dit is een van de grootste valkuilen. Hier gaat het vaakst mis. Want kennisondernemers en experts hebben de neiging om de klant te overstelpen met heel gedetailleerde kennis over het onderwerp, omdat ze er zelf fan van zijn, omdat ze het zelf interessant vinden, en daarin verdrinkt een klant. Dan lukt het hem niet meer om door al het materiaal heen te worstelen, en dan eindigt het voordat die klant zijn resultaat bereikt heeft, en dan faalt het product. Oké, dus het eerste belangrijkste punt is zorgen dat alles wat de klant moet weten om het resultaat te behalen op te sommen. De volgende stap is alles wat de klant moet doen om het resultaat te behalen op te sommen. En ook hier geldt weer, we willen een klant nooit meer laten doen dan absoluut nodig is om het resultaat te behalen. Dus zodra wij dingen gaan toevoegen aan een product, omdat we onzeker zijn over of het product wel waardevol genoeg is, over of we de prijs mee kunnen onderbouwen, mee rationaliseren, of dat het allemaal wel sens maakt, dan gaan we meer dingen toevoegen dan nodig zijn. Dan moet de klant vaak van ons als autoriteit meer gaan doen dan echt nodig is. En dan haakt de klant te vroeg af, wordt het allemaal te veel, en dan haalt hij het resultaat niet. En het derde kwadrant, en dat is een hele belangrijke, is we moeten nadenken wat wij in huis hebben en wat we kunnen geven aan onze klant om hem te helpen zijn resultaat zo snel en effectief mogelijk te behalen. Dus alles wat jij kunt doen, alles wat jij kunt bedenken die klant gaat helpen om dat resultaat sneller te bereiken, dat willen we doen. Maar wat we vaak zien in plaats daarvan is dat ondernemers dingen gaan toevoegen aan een programma om hun prijs te onderbouwen. Dus ze gaan meer en meer en meer informatie, meer handvaten, meer uitvoering, meer instructie toevoegen aan een programma, omdat ze anders bang zijn dat ze niet genoeg waarde hebben geleverd. Maar de waarde van je programma zit hem in dat resultaat, oké? Okay? Dus als we het hebben over het bieden van handvaten, kun je denken aan, oké, okay, hoeveel 1-op-1 coaching calls voeg je toe? Hoeveel groepscoaching calls voeg je toe? Hoe bereikbaar ben je via bijvoorbeeld e-mail met e-mail support? Maar ook dingen als, kan ik voor de stappen die mijn klant moet doorlopen misschien een heel gedetailleerde checklist maken? Kan ik een klant misschien naast puur en alleen de video-inhoud van mijn product samenvattingen toesturen per e-mail, oké? Okay? Is er een mogelijkheid dat mijn klant kan sparren met mededeelnemers? Dit zijn allemaal mogelijkheden waarmee we ons online product, onze digitale cursus, meer gericht kunnen maken op het resultaat en de zekerheid dat een klant dat resultaat behaalt kunnen verhogen. En de laatste, en dit vind ik eigenlijk de belangrijkste, en dit is degene die telkens weer lijkt te ontbreken bij heel erg veel ondernemers. Dus als hij bij jou nog ontbreekt, voeg hem vooral toe. En dat is deze. Motivatie. Oké? Okay? Wij als ondernemers moeten er de verantwoordelijkheid voor nemen dat onze deelnemer gemotiveerd blijft. Oké, okay? Dus op het moment dat wij, en dat hangt heel erg samen met die overige kwadranten, op het moment dat wij te veel materiaal toevoegen, op het moment dat wij te veel verlangen qua uitvoering van onze klant, op het moment dat wij geen hulpstukken bieden of de verkeerde hulpstukken bieden, dan zorgt dat ervoor dat een klant gedemotiveerd raakt. Maar soms is het ook simpelweg de ondersteuning van een klant, de snelheid waarmee je reageert, het simpele voorbeeld van een hart onder de riem steken of resultaat van mededeelnemers laten zien tijdens dat een klant in je digitale product werkt, in je digitale cursus deelneemt, oké, kan voor een enorme motivatiebooster zorgen voor die deelnemer op dat moment. En het nemen van de verantwoordelijkheid voor het motiveren van je deelnemers is wat ik bij heel veel kennisondernemers zie ontbreken. En als je dat zou toevoegen, dan zul je zien dat de resultaten die klanten ermee behalen meteen enorm vooruitschieten. Nogmaals, het hangt samen met alle kwadranten. Het is voor een heel groot gedeelte een vraag van, neem jij de verantwoordelijkheid voor het feit dat je klant het resultaat wat jij belooft behaalt? Op het moment dat je de dingen daarop gaat focussen, wordt het een heel stuk makkelijker. Wij helpen klanten met het toevoegen van deze kwadranten aan hun digitale producten. Want vanaf dat moment, pas vanaf het moment dat die dingen allemaal aanwezig zijn in een digitaal product, in een videocursus of een andere digitale vorm van informatieproducten, wordt het pas mogelijk om op schaal te gaan verkopen. Omdat pas vanaf dat moment
alle klanten die in het systeem stromen met redelijke zekerheid ook het resultaat gaan behalen. Dan krijgen we pas word of mouth en mond-op-mond reclame. Dan krijgen we pas testimonials en reviews en positieve ervaringen die mensen met elkaar delen. Dan wordt de sfeer en vibe rondom het product veel positiever. Dat motiveert de ondernemer, dat motiveert de deelnemers, dat steekt elkaar aan. En dan zie je dat het opschalen van zo'n product met de marketingmiddelen die we tot onze beschikbaarheid hebben veel gemakkelijker gaan. Als je nou bij jezelf denkt, hey, dit is informatie die ik kan gebruiken. Ik wil graag verder groeien met mijn digitale product. Ik heb een videocursus op de plank liggen en hij verkoopt niet goed. Volg dan dit kanaal, abonneer je en like alsjeblieft even deze video. Doe je me een enorm plezier mee. Ik zie je heel graag in de volgende video terug.